Midden-Nederland in Baren op de N414. Surfjanten Patrick en Raymond zien twee dames die allebei zonder helm op de bromfiets zitten. Ze kunnen bijna geen kant om. De bestuurster krijgt een stopteken en is duidelijk niet blij. Oh shit, zegt ze. Dames, goedendag. Hoi. Raymond Veldhuizen, verkeerspolitie. Hallo. Raymond Veldhuizen. Hey, reden dat we achter jullie aankomen en even laten stoppen. Zijn de helmpjes die we missen? Ja. Daar krijgen we een bekeuring voor. Ja. Dus om die reden zou ik voor jou graag rijbewijs willen zien en voor jou een legitimatiebewijs. En jullie mogen allebei uiteraard een verklaring afleggen voor het ontbreken van de helm. Ja, we moesten zeg maar één stukje rijden en we dachten van ja, we hebben geen helm en we gaan gewoon 30 op het fietspad. Nee, wordt dit aangegeven in het strafblad? Nee. Okay. Anders? 90 euro. 90 helemaal goed. Euro. Per persoon? Correct. Per persoon? Correct. Nee, dat gaat jij krijgt hem zo meteen van mijn collega nog, hoor. En dan doet CJB doet dat nog 7 euro administratiekosten bij. Oké, prima. Dat is een keuze die zij maken. Dus wat er op de mat valt is een bekeuring met CJB voor 97 euro. Ja, is goed. In een week of twee, en dan heb je al een maand of twee om te betalen. 97 euro, ja. Verzamel ze niet. Wees voorzichtig met jezelf, want als het verkeerd gaat, ook al is 30, dan kom je er een stuk minder knap vanaf als nu, zeg maar. Dat ben ik knap. Dat terwijl deze zaak nagenoeg is afgehandeld, dient de volgende overtreder zich alweer aan. Oh, alsjeblieft, pak de volgende. Ja. Patrick gaat er direct op af. Waarom wil je keren? Hm? Waarom wilde je keren? Ja, ik zat te denken of ik niet daar moest. Oh, heb je wel een rijbewijs bij je? Tuurlijk. Ik ga het heel even zien. Heb je alcohol gedronken? Weinig. Weinig? Maar je hebt wel alcohol gedronken, dat ruik ik. Ja, wel wat. Oké, mag je heel even blazen? Blazen. Als je niet goed meewerkt, word je gewoon aangehouden op verdenking van artikel 8. Oftewel het rijden onder invloed. Of je blaast, of we gaan het op het bureau uitzoeken. Nee, ik leg je net uit dat je moet blazen alsof gewoon je... Gewoon hard blazen. Gewoon hard blazen alsof je een ballon opblaast. In mijn blaaskast. Ja, ga je gang. Blazen. Hou maar. Is dat goed? Gaan we eens even kijken of dat je niet te veel hebt gedronken. PA. Je bent een beginnend bestuurder, betekent dat je bij deze bent aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Echt? Ja, echt. Dus we gaan zorgen dat er een auto hier naartoe komt, dan gaan we naar het bureau in Baren. Voor een beginnende bestuurder gelden zeer strenge alcoholnormen en de jongen wordt dan ook voorgeleid op het politiebureau. Ik ben een hulpofficier bij justitie en op het moment dat iemand aangehouden wordt, dan moet er getoetst worden of de aanhouding rechtmatig is geweest. Ja? Je hoeft geen verklaring af te leggen. Je personalia, je reserve noteren. Je weet waarvoor je aangehouden bent? Ja, natuurlijk. Ja, en dat is? Waarvoor? Ja, voor dat ik te veel had gedronken. Te veel gedronken. Dan is het zo dat ze gaan zo jou middels de ademanalyse een test afnemen. Mm-hmm. Dan moet je twee keer een test doen. Als dat goed is, krijgen we een uitslag. En dan kun je precies zien of het echt te veel is geweest. Doorgaan. Laatste stukje. Oh maar. Boven de 95 UGL zit je in de strafbare categorie. Jouw uitslag na correctie komt uit op 140, wat inhoudt dat je boven die 95 zit, wat ook inhoudt dat we procesverbaal opmaken voor het rijden onder invloed. We nemen zo dadelijk nog even een verklaring van je op. Daar mag je moeder gewoon bij zijn, dus dat is geen probleem. Dus daarvoor gaan we even naar beneden. Uw zoon heeft te veel gedronken en hij heeft inmiddels ook geblazen en we weten ook dat het strafbaar te veel is. Dus daar gaat hij sowieso een bekeuring voor krijgen. We moeten nog even een verklaring van hem opnemen. Dus we willen eigenlijk even het hokje gaan zitten als u wilt. Omdat hij minderjarig is, mag u daarbij zijn. Je wist dat het strafbaar was om met alcohol op te rijden? Ik wist niet dat, zeg maar, in welk tijdbestek het was. Er werd mij altijd gezegd 2 glazen. Maar als je er steeds een uur tussen hebt, dan kan het wel. Ja, maar wie heeft je dat verteld? Je vrienden? Nee, mijn theorie-examen. Nou. Dan is dat een hele mooie die je dat verteld heeft. Ja, dat is wel een verteld. Ja, oké. Wat vind je er zelf van dat je dit doet? Rijden met alcohol op? Ja, ik merk niet veel van. Je merkt er niet veel van? Nee. Dus je gaat het de volgende keer weer doen? Nee, dat niet. Kijk, wat me wel een beetje triggert is dat je er vrij... Nou, dat is een beetje een rare woordspeling. Vrij nuchter op reageert. Zo van ja, hey, ik heb... wat biertjes gedronken bij een barbecue en wat maakt het uit? Ja, maar je beseft je niet hoe gevaarlijk alcohol is in het rijden op een snorfiets. Sowieso, je hebt pas je rijbewijs. Hè? En als je dan al zo nu reageert op het feit dat je maar een paar biertjes hebt gedronken en toch op een bromfiets bent gestapt of een snorfiets, moet je echt gaan afvragen of je slim bezig bent.
Wat er gaat gebeuren is, wij gaan alles opsturen naar het Openbaar Ministerie. Een officier van justitie die gaat er iets van vinden. En die gaat uiteindelijk kijken hoe en wat. Punt op zijn rijbewijs, is het ook al bij rijden onder invloed? Volgens mij wel. Ja, hè? Dat bericht krijgt hij vanuit CBR. Ja, vanuit CBR krijg je waarschijnlijk een puntenmindering op je rijbewijs. Nogmaals, we hebben een meningsverschil over wat de alcohol met je doet. Ik hoop dat je het nu wel een keer gaat beseffen. Succes en hopelijk niet tot ziens onder deze omstandigheden. Succes. Voor deze jongen is het uiteindelijk een lange dag geworden. De officier van justitie bepaalt de hoogte van de boete en de snorfietser krijgt een punt op zijn rijbewijs.